Zwaan belt het geheel gereed voor de uitbreiding van de raadzitting. Prima, dank u wel. Zet het geheel op plaats. Dus. Het geheel op plaats. Rust. Rust. Burgemeester, veteranen, familieleden, geachte genodigden. Vandaag is een bijzondere dag. Overigens ook voor mij, want ik ben ook woonachtig sinds 1997 in Zwolle. Dus het is mijn eer dat ik hier mag staan. Maar het gaat om u, veteranen. U krijgt vandaag de Dragen-Zeer Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Graag wil ik u hier al nu al voor feliciteren. Dames en heren, graag begin ik met een gedicht van Ingeborg Takken. Ik vind dat dit gedicht bij veteranen hoort en zeker bij u, de Libanongang. Altijd van de andere kant, soms van heel ver, roep je en ik kom. Misschien ken ik je niet of nog niet zo goed, maar ik kom. Want al heb jij 1000 namen, ik weet wie je bent. Dus ik kom. Jij bent de vent die naast mij strijdt. Mijn ongezien houvast. Dus ik kom. Toen ik 8 jaar oud was, toen ik als jongetje door het leven ging, vertrok u naar een ver land, Libanon, om op missie te gaan. Als kind had ik daar geen enkel besef van. Later hoorde ik wel eens wat over de blauwe baretten, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn generatie de blauwe baretten vooral in verband brengt met Bosnië. Toen ik intrad binnen ons regiment, kwam ik meer te weten over de moeder van de VN-operaties, UNIFIL. 44 is immers de moedereenheid en als JWF'er worden nu nog onze regimentstradities en ook de uwe met de paplepel ingegoten. Het feit dat ik vanaf mijn jeugd weinig over UNIFIL wist, zegt waarschijnlijk heel veel over mijn algemene ontwikkeling. Beter gezegd, het ontbreken daarvan. Maar het zegt ook wat over de bekendheid van de UNIFIL-missies toen. Bij mijn generatie en diegenen die na mij komen. En dat is niet terecht, want u, Libanonganger, verdient erkenning en waardering. De erkenning die u internationaal wel kreeg, de erkenning die u dicht bij huis miste, werd lange tijd niet omgezet in een zichtbaar blijk van waardering. Er was ook nog eens veel discussie. Uiteindelijk heeft de huidige minister van Defensie, twee jaar terug, de knoop doorgehakt. De Nederlandse regering erkent het bijzondere werk dat u heeft gedaan. De belangrijke bijdrage die u hebt geleverd aan vrede, vrijheid en veiligheid voor mensen in een ander deel van de wereld. De Nederlandse regering sluit zich nadrukkelijk aan bij de erkenning die het Noorse Nobelcomité heeft gegeven voor het werk van u als blauwhelden. En de Nederlandse regering toont haar waardering in de vorm van een draaginsigne. Mijn heren UNIFIL-veteranen, we praten over uw rol als UNIFIL-militair. U wordt gewaardeerd om uw inzet. Wij, het huidige bataljon, zijn er daarom erg trots op dat u vandaag het Dragen-Zeer Nobelprijs krijgt. Wij zijn regiment infanterie Johan Willem Friso en ons regiment is ons houvast. Wij voelen ons als familieleden verbonden met elkaar. Wij zijn regiment infanterie Johan Willem Friso en voelen ons verbonden met alle militairen die bij ons hebben gediend. In vroegere oorlogen, in Nederlands-Indië, in missies als Bosnië, Irak, Afghanistan en zeker ook Libanon. Wij voelen ons verbonden met u, Libanon-veteraan. Wij zijn trots om uw blauw koord te mogen dragen. Die verbondenheid leidt ertoe dat we niemand van u willen vergeten. Dat wij altijd komen wanneer u roept. Wij voelen ons ook verbonden met onze gesneuvelde kameraden en met hun nabestaanden. Zij die in of door Libanon vielen. Neemt u ook de tijd om hen te herinneren zoals ze waren. Geen rangen en registratienummers, maar als zonen, broers, vrienden, regimentsgenoten en kameraden. Mensen met een gezicht, mensen met een lach, mensen die we herinneren om wie ze waren. Dames en heren, regimentsgenoten,
altijd. Van de andere kant, soms van heel ver, roep je en ik kom. Misschien ken ik je niet of nog niet zo goed, maar ik kom. Want al heb jij 1000 namen, ik weet wie je bent. Dus ik kom. Jij bent de vent die naast mij strijdt. Mijn ongezien hou vast. Dus ik kom. Altijd. Dank voor alles wat u heeft gedaan. Dank u. Gefeliciteerd, dank voor alles wat u heeft gedaan. Het is een grote dit. Ik moet er een lukken staan. Gefeliciteerd, dank voor alles wat u heeft gedaan. Ik klaar aan. Ik wil even aan leven. Dank u. Gefeliciteerd. Ja hoor. Zolang ik zo helemaal niet door het vlees heen breekt. Kan ook. Gefeliciteerd. Dank voor alles wat u heeft gedaan. Gefeliciteerd. Bedankt. Graag gedaan. Ja, dames en heren, fijn dat ik hierbij aanwezig mocht zijn in deze hele stijlvolle, mooie ceremonie. Het geeft mij de gelegenheid om mijn trots uit te spreken voor het werk wat u gedaan heeft als militairen. Het was een bijzondere missie. In 1963 eindigde de missies in Oost-Azië, in Nieuw-Guinea. En dat is toen jarenlang geen internationale vredesmissie meer. Het was een bijzondere missie, omdat die ook deels uit dienstplichtige militairen bestond. Er waren militairen van misschien net 18 jaar die uitgezonden waren. En ik weet dat dan nog wel, niet uit geschiedenisboekjes, maar gewoon omdat ik het meegemaakt heb, dat mijn toenmalige zwager naar de Libanon is gegaan. En dan herinner je het tientallen jaren later ook nog wel. Dat het voor invloed heeft en zo zult u allemaal uw persoonlijke verhalen hebben. En ik vind het heel erg mooi dat de Zwolse Vereniging van Veteranen hier de gelegenheid biedt, ons Arend Honk en Gerard van der Kuil, om dit op deze mooie manier met elkaar mee te maken, deze stijlvolle ambiance. En zoals ik het ook heel goed vind dat er een Zwolse Vereniging van Veteranen is. Want wij willen als overheid, als gemeentebestuur, ook mede namens de bevolking, altijd graag onze erkentelijkheid en waardering overbrengen. En het is heel goed als de veteranen ook zijn georganiseerd en we op deze manier elkaar kunnen ontmoeten en die blijken van waardering en erkenning kunnen overdragen. Want we kennen veteranen vaak van de ceremoniële momenten rond 4 en 5 mei, de erewachten. Maar ik weet, van de afgelopen jaren in Zwolle,
dat er nog veel meer manieren zijn waarop veteranen hun bijdrage aan de samenleving geven. Bijvoorbeeld door middel van onderwijs, lessen die gegeven worden. Bij de oprichting van de huidige vereniging. Vorig jaar in de Gift City is mij erg bijgebleven een les die Frank Kramer, die hier voor mij staat, heeft gegeven. En waar ik dacht MBO-studenten erg van onder de indruk waren van wat dat betekende. En dat is denk ik ook het begin van respect geven voor veteranen. Dat is bewust worden van wat er gebeurd is en dan moet het wel verteld worden. En vervolgens komt er de erkenning en de waardering en daar hebben wij vandaag het een en ander van gezien. Heel groot genoegen om hierbij bijdrage te mogen leveren. Op deze manier ook de erkenning en waardering namens de Zwolse gemeenschap over te brengen. Het is nu, was het allemaal even heel stijlvol en plechtig. Ik hoop dat u verder nog een heel genoegelijke bijeenkomst bent waar ook wat sterke verhalen uitgewisseld kunnen worden. Want er was leed, maar er waren denk ik ook heel veel mooie herinneringen die er zijn. Dus ik wens u allen nog een hele prettige voortzetting van deze bijeenkomst. Dank u wel. Hey. Acht. Dat was het.